Axi. Je bent hot en ook gezellig. You belong on stage. You belong in a movie. You belong on television. And you belong in Hollywood. Superstar Rajiv Ganga. En je bent de eerste persoon die dus gecertificeerd It Goes Casting member is. Gefeliciteerd, alsjeblieft. Woo! Beste Priscilla, uitstraling plus, persoonlijkheid plus plus, schoonheid plus plus plus. Je bent iemand die Suriname nog zal verkopen bij de Oscars. Beste Marvin, wauw, wauw, wauw. Je volgt mijn aanwijzingen 100% op. Eén ding wat mensen van jou kunnen leren, is je persoonlijke branding. Je bent van deze tijd en je mind leeft in Hollywood. You will make it. Je straalt zekerheid uit en vooral heel veel status. We need more people like you on TV in Suriname. Stop nooit met acteren. I need you. We need you. And the whole world needs you. Go for it. Sell it. Je hebt zoveel emoties. Je laat ze snel zien. En ik denk zelf dat ook acteurs jaloers daarop kunnen zijn. Want je hebt gewoon die emoties. Je bent soms heel streng aangepakt door mij. Waarom? Ik geloof superveel in je. Je gaat het maken. Je wil alles leren en dat maakt je uniek. Blijf altijd jezelf, want je bent een uniek mens. Er zal veel op je pad komen, maar met de juiste begeleiding, zeker van je tante, zal je schitteren op het witte doek. You are a star. Een ruwe diamant die op de juiste wijze geslepen moet worden. Jij wordt binnenkort ontdekt. Stop nooit met acteren. Ga voor je droom. Je durf brengt je heel ver. Niet te vergeten je oplettendheid. Laat niemand je ooit zeggen dat je het niet kan, want je doet het gewoon. Sell yourself, baby. Niemand kan je stoppen. Je bent ready for the big world. In de toekomst gaan wij nog hele leuke projecten doen. You are a superstar. Wacht alleen daarop. Gefeliciteerd. Vandaag is een hele speciale avond. De certificaten van It Goes Castings eerste class zijn uitgereikt. En ik ben heel erg trots dat het zover is. Ze hebben 4 maanden keihard gewerkt. Bepaalde fases zijn ook gecast aan het eind van de fase en ook tussendoor. Dus dat is ook mooi om te zien, hun groei. En ik ben gewoon heel erg blij dat we vandaag zo succesvol hebben afgesloten. Maar eigenlijk zijn we nog niet echt afgesloten hoor. Ik bedoel, het gaat nu pas beginnen, want ze gaan nu naar de gevorderde klas.
waarom ik me heb ingeschreven. Ik wilde dit al lang doen. Het was eigenlijk altijd de droom van me geweest. Tot twee keren aan toe wilde ik naar het buitenland gaan om het te studeren. Of verder te verdiepen in het acteren. Niet direct gelukt, geen ramp. Dus het moment dat ik hoorde dat er een acting coach hier bezig is met acteercursussen, heb ik me direct opgegeven. Want ik wist wel, als ik nu de kans niet grijp, dan houdt het op. Acteren is niet gewoon opstaan en zeggen van, oh, ik kan lollig doen. Je moet je kunnen inleven in je rol. Ik heb één keer ook echt bijna gehuild, omdat ik hard ben aangepakt. Maar het heeft uiteindelijk allemaal geleid tot hele goede dingen. Het is natuurlijk heel goed als je talent hebt. Maar wat ik heb geleerd is dat tijdens de cursus, dat je leert je talent te beheersen en het toe te passen op de juiste manier. En dat is dus eigenlijk wat heel handig is, wat Ivan heel goed uit je trekt. Omdat hij gelooft niet in grenzen. En automatisch drilt hij je om dus ook niet te geloven in grenzen. Je verlegt je grenzen steeds. Dus talent kan je hebben, maar wanneer je het gebruikt en hoe je het gebruikt, dat is dus eigenlijk de kunst. En wat we ook hebben geleerd is onszelf zijn. Tijdens alle lessen, tijdens alle oefeningen, gewoon jezelf zijn en dan kom je er wel uit. Ja, klopt. Uiteraard met aanwijzingen. Toen ik 4 jaar geleden naar Suriname kwam, had ik meteen door van, hey, wacht even. Acteurs worden gevraagd, mensen worden gevraagd om in commercials te spelen en zo. Maar ze zijn niet getraind. Dus heb ik meteen de kans gegrepen van, hey, mijn eigen castingbureau op te richten. Om mensen te leren hoe ze moeten omgaan met hun talent. En speciaal gericht op camera acteren. Want er komen genoeg producties naar Suriname. Maar dan merk je dat men al snel met buitenlandse acteurs werkt. Terwijl op een gegeven moment kan je dus met Surinaamse acteurs werken die ook internationaal zich weten te manoeuvreren in films en met regisseurs. Dus voor mij is het belangrijk dat de Surinaamse industrie eigenlijk echt gaat beginnen met professionele acteurs, waardoor we topproducties in Suriname kunnen maken met Surinaamse regisseurs, maar ook als er buitenlanders komen. We maken het zo raar om die foto. Wow! Ivan, je bent de meest irritante persoon met wie ik heb gewerkt. Nou, grapje. Je hebt me geleerd om niet op te geven, door te zetten. Je hebt me gepusht. Ik heb opportunities gehad dankzij jou en ik heb ze hard kunnen gebruiken. Ik heb ze waar kunnen maken. Je bent een goede coach, hou het zo en inspireer de wereld verder, man. Thanks. Ivan is gewoon een top leraar. Ik heb hem ook leren kennen tijdens zijn strenge momenten. En ja, zijn grappige momenten ook. Ja, ik heb heel veel van hem geleerd. Als ik naar Ivan kijk, is het enige wat ik denk, hij is extravagant. Dat hij durft heel veel en hij gaat echt voor zijn doel. Mag het in 2 woorden? Ja. Mag het in het Engels? Hoe je wil. Terrific teacher. Klopt. Echt. Zo mensen, smakelijk eten en aanvallen. Actie! Actie! Action! En het is nep eten, hè? Het is niet echt eten, hè? Het is acteurs eten.